Ik wil niet. Ik wil echt niet. Nee. Nee, gewoon nee. Eevee, kijk me niet zo aan. Nee, dit gaan wij niet doen. Nee, weet jij hoe moeilijk die levels zijn, Eevee? Dit gaan wij niet doen. Nee. Nee. Roll it. Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer, ZeldaPlayer20, terug met een nieuwe video van Mario Maker, missie met 100 Mario's. En de vorige keer hebben wij moeilijk gehaald en heb ik gezegd van, wij gaan een poging wagen op super moeilijk. 6 levels moeten we halen met 100 Mario's. Ik heb hier zo geen zin in, maar die blik van Eevee die zegt genoeg. Ik weet niet of jullie die blik goed kunnen zien, maar die blik van Eevee die zegt, ik wil dit niet. Prinses Peach wordt ontvoerd. Nou ja, alweer. Nee, screw it. Ik ga mijn tekst veranderen. Screw it. Bekijk het. Laat me zitten. Snor heeft soep in de raad. Laat me zitten. Ik ben er klaar mee. Ik durf dit niet. Laat me raden. Japans. Change your fields of fun. Nee. No. Nee. Nee. I'm too pro for a chain. Jump. Dit wordt een filmmontage van hier tot en met Ginder. Dit is waar jullie op hebben gewacht. Je springt gewoon over de eerste chain. Jump heen. Doei. Waarom draai jij in één keer om? Dat is zo not fair. Je bent een chain jump. Je mag geen intelligentie hebben. Ugh. Hier hebben jullie om gevraagd. Zeker 20 minuten van dit. 20 minuten. Ik ga het ook niet eens knippen. Er wordt niks geëdit. Elke faal zien. Wow, gaan we naar voren skippen. Kijken of je hem haalt. Wat is daar de fun van? Dat is hetzelfde als naar een film gaan kijken. Gelijk al naar de plot toe gaan. Van, goh. Overleeft hij het? Ja, film gezien. Ik bedoel. Bij heel veel YouTube-video's. Normaal gesproken heb ik inderdaad zoiets van. Weet je wat? Als er dan progress in zit. Maar vergeet niet, hè. Dit is super moeilijk. Dit is de super moeilijk challenge. Ik denk dat ik beter eventjes kan wachten om te kijken. Ugh. Dit is de super moeilijk challenge. Zoals ik al zei. En ik kan wel gaan lopen knippen en plakken en weet ik het allemaal nogal meer. Maar waar heeft het voor nut? Super moeilijk, dat is logisch tot ik dood zal gaan. Tot ik zal falen. Deze levels zijn er alleen maar op gebaseerd om jou zoveel mogelijk levens kwijt te gaan raken. En ik mag iets van... Ik denk... Even kijken, 5 zou 20 zijn, dus... Auw. 15 keer? 15 keer per level doodgaan als ik het wil gaan halen. Hoe doen we het eigenlijk met skippen? Als er inderdaad eentje echt onmogelijk is met onmogelijke trickjumps of met zo'n counterwise ding. Ja, dan skip ik hem. Maar dit level moet doable zijn. Ik bedoel, het is Chainchomp's dodgen. Oké, nou, gewoon wachten. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, ik ben al 9 levens kwijt. Dit ding heeft geen dead counter nodig, want dat zou één grote ping zijn. Oké, weet je waar ik spring gewoon... Hoe wil ik dit gaan halen? Te veel Chainchomp's. Had die misschien een... Die comment die zegt hier difficulty too extreme for me, I think. En het ergste is, ik kan deze springs nog niet eens meenemen. En dan ben ik eigenlijk bang voor die ene change jump is gewoon weg. Ah, nee. Je kunt kijken welke kant dat ze oprichten, hè. Dus... Ah. Oké, ze gaan gewoon helemaal terug. Maar daar lopen ze alweer vrij rond. Dus daar stuiteren ze gewoon weer dat je er overheen moet springen. En dat... Dit doet mij denken aan Silver Surfer. Voor de mensen die dan niet weten wat dat is, Silver Surfer. Dat is van alles wat je doet, echt, er is geen moment van rust. Alles wat je doet, elke beweging die je maakt, is kans op death. Maakt niet uit hoe dat je... Er zit absoluut geen safe spot in. En dat heb je hier dus ook. En waarom staan hier die Goomba's zo? Ja. Ja. Wacht, ik heb een idee met die Goomba's. Als ik die Goomba's nou eens terugvolg... En gewoon gaan stuiteren op die Goomba's. Ik bedoel, die Goomba's die staan al hier.
Dus wat we hoeven te doen is, we dodgen gewoon nog een keer deze chain chomp. En nog een keer. En nog een keer. En weet je wat, ik ga gewoon hier staan. Boink. Oké. Die zijn omgedraaid. Misschien dat ik dat namelijk kan gebruiken als leverage. Want die Goomba's, daar, die zijn al veel te hoog. Dat kan ik nou niet. Wacht eventjes. Oké. Nee, dat werkt niet. Oké, was te proberen. Oké, jullie gaan nou allebei. Waarom ga jij naar het midden? Waarom val jij niet gewoon neer? Ik probeer een strategie te bedenken, jongens. Weet je wat een leuk idee is? Kom, we gaan gewoon 300 changeums op een vlak veld. Kijken wie het haalt. Welkom bij Mario Maker, jongens. Dit was jullie idee. Dit was jullie geniale idee. Oké. Oké, ik leef nog. Oh my. OMG. OMG. Oh. Huh. Nee. Het is hier te warm voor. Waarom heb ik besloten om maar... Oh ja, omdat we alleen maar anders de Pokémon livestream zouden gaan hebben. En ik wil niet dat dat een beetje irritatie gaat opleveren voor de mensen die Pokémon hartstikke leuk vinden. Maar als je iedere dag die Pokémon afleveringen ziet, denk ik ook bij mij van... Zelfdeur, je hebt ook nog Twilight Princess liggen. Of Mario Maker. Twilight Princess wordt trouwens op het moment ook nog niet geüpload, omdat thumbnail designer... die heb ik laatst nog even gesproken. En die is op vakantie. En die heeft ook echt een volledige recht op een vakantie. Dus ja, ik heb op het moment ook geen thumbnails. Ik heb nog geen afleveringen ook op het moment klaar liggen in verband met de temperatuur. Ik wil Twilight Princess, hij zal sowieso volgende week alweer terug zijn. Dus zaterdag zal de temperatuur ook een stuk lager zijn. Dan kan ik ook weer leuke afleveringen maken van The Legend of Zelda Twilight Princess. En daar ga ik dan ook zaterdag natuurlijk mee aan beginnen. Zaterdag zal ik ook gelijk even trouwens ook een livestream weer doen van de nieuwe Pokémon. Let wel, als je naar die livestream toe gaat... Spoilers! Ja, heb je... Heb je nog niet alle dingen gezien of heb je geen livestream bijgewoond? We zijn al een stuk verder als dat YouTube nou eigenlijk is, dus... Hou er wel rekening mee! En ik ben al mijn levens hier aan het verbrassen. Ik vergeet de hele tijd het concept van de changeup in Mario 3. Heb je namelijk dat de changeup compleet random is. Hier zijn ze niet zo compleet random. Deze stuiteren gewoon. Deze, die richten op één kant. En die gaan gelijk, die centeren zich gelijk naar het midden toe. Dus daar moeten we voor uitkijken. En elke keer denk ik net op tijd te kunnen zijn. En dat ben ik dus niet. Hoe lang gaat dit door? Ik heb geen idee. Ik heb nou nog maar 77 levens. Weet je wat? Ik heb een beter idee. Ik heb gewoon een beter idee. Als we de 75 hebben gehaald... met de levens... en ik ben dus geen steek verder gekomen... dan proberen we gewoon eventjes een ander level. En daar ging het eigenlijk best wel soepel... doordat je die springchomps tegenkomt. Serieus, wie heeft die beesten losgelaten? Goed, laatste leven. Dit is saai. Doei, I'm done. Screw it. We proberen gewoon een nieuwe challenge. Weer 100 levens, want ik ben al 25 levens kwijt. Het gaat helemaal ergens overheen. Dus, gewoon opslaan en stoppen, denk ik. Ja. En dan gewoon zeggen van, jongens, luister eens hier. Ik begin gewoon een nieuwe challenge. En, oh, het is warm. Super moeilijk. Beginnen. Opslaan en stoppen. En ik krijg gewoon automatisch over 100 levens. Prinses Peach wordt ontvoerd. Nou en? Nintendo heeft gewoon mijn grap gepakt. Dankjewel Nintendo. Happy Land Cavern. Nou zo happy denk ik niet dat het gaat worden. Ik zie een comment, maar ik wacht nog heel eventjes met die comment te lezen. Ik bedoel, waarschijnlijk gaan we eerst nog 60 keer dood. Oké. Dit ziet er decent uit. Hier kunnen we wel plezier mee hebben. Laten we maar doen. Oh boy. Is dat een trap? Nee. Oké. Dit level is doable. Wacht eventjes. Een doable level? Maakt niet uit. Daar hadden we die hit voor. Dank je. Ik had er eigenlijk een booby trap verwacht, maar goed. Oké. Careful jumping. Careful. Careful. Ik bedoel, ik heb mijn eigen level gehaald. En vergeet niet. Mijn level...
valt eigenlijk ook wel onder de class van super moeilijk. En deze is eigenlijk nog wel redelijk. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. We krijgen nu op dit moment... volgens mij was dit mogelijk. Haha. En dat was dom. Dit was heel erg dom. Dit was dom. Nee. Oh, frick. Dit was dom. Dit was heel erg dom. Have fun. Nou, tot nu toe heb ik nog fun. Zit hier een secret? Nee, waarom zit daar een muntje? Tot nu toe zeg ik heel eerlijk, jongens. Ik heb nu nog fun. Ik vind dit uitdagend. Dit doet me een beetje denken aan mijn eigen level. Die ik toen gedaan heb. Of gemaakt heb. Die, ja, Bowser's True Airship. Ik weet niet voor wie dat hem heeft... die hem nog kent. Trouwens, ik kan mijn leven terugkrijgen, hè. Wacht eventjes. Zoink! Iets zeg met dat ik die spons ook kan halen. Iets zeg met dat ik dat niet moet gaan wagen. Kan ik hier bovenop al? Shortcut. Collect the coins. How many coins do you have? That's your point. Maar waarom geven ze hier eigenlijk een... dat was dom. Dat was dom. Dam, 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 da, di, da, dam, dam. Maar waarom geven ze daar in godsnaam een mushroom op het moment dat ze al weten van... hey, waarschijnlijk gaan we hem daar killen. Of hier door, weet je wel. Hi. Ga weg. Oké, nou. Laten we weer naar beneden vallen. Ik vertrouw dat niet. Oké. We krijgen in ieder geval genoeg levens. Waarom weet ik niet, maar... Oké, heel voorzichtig. Oink, oink. Ik bedoel, levens maakt nou op dit moment niks meer uit. Omdat we zitten al op 3 levens. En dat is het maximale wat je per level kan krijgen. Dus op dit moment hebben we niks meer aan extra levens. Oké, nou. Oh boy. Concentratie. Tik, tik, tik. Oké, goed zo. Concentratie. Focus. Het is een beetje een maze. Oh, dit is niet prettig. Helemaal niet prettig. Oh mijn god, de lucky toe. Hi. Weet je, een checkpoint zou nou wel fijn zijn. Hij gaat Spiny gooien. Ik neem je wolk. Heb ik hem dan gehaald? Is dit moeilijk, super moeilijk level gehaald? Met maar 1 death! Yes! Oké, 1 voor... Nou ja... Het is een voordeel dat ik hem gehaald heb. Maar er zit ook een nadeel tussen. Ik kan nou niet meer zeggen van... Goh, we gaan terug. Dus als de tweede level net zo is als de vorige... I'm screwed! En het is een Japans level! Oh boy. Ah ja, we kunnen een level skip doen. Oké, ik zie trampolines. Ik weet niet waarom dat daar trampolines staan, maar... Hoi. Ho! Wacht, is dit weer een don't move level of zo? Ik wil die leven. Wacht. You don't scare me. Ik ga gewoon verder. Hoi, Bowsy. Holy snikes. Deur 1. Deur 2. Het is zo'n level. Het is weer vol met booby traps en alles. Oké, gewoon sta erop. En don't move. Don't move. Niks doen. Gaan we gewoon kijken hoe ver dat dit ons brengt. Het kilt ons. Oké. Dus dat werkt niet. Dat is belangrijk om te weten. Ik bedoel, wie weet. Misschien was het wel een hele sneak. Ik heb hem gewoon vast. Oké. Jump! Oh boy. Oh boy. Weet je wat? Prima. We gaan dit gewoon doen. Ik neem die springs mee. Neem hem gewoon mee. Hi. Ik ga jullie gewoon killen.
Boeit me niet. En die hidden blocks zijn irritant. Dat was ik bijna geraakt door zijn vuurbloem. Oh, en die twomp is ook irritant. Leuk hè, die trampoline. Speciaal bij jou gekocht bij de... Ik noem geen naam, want anders zou het sluipreclame zijn. Dan denken jullie allemaal van... Oh, daarvoor wordt hij betaald dat hij dat gezegd heeft. Oh. Oké, dus de hoekdeur die kilt. Oké, screw it. Die hoekdeur die kilt ons. En dit is gemeen. Hij zegt dat ding-dong. Waarom zegt hij dat ding-dong? Oh, oh, oh. Omhoog, omhoog, omhoog. Voordat Bowser komt. Boink. Ik heb die spring nodig. Dit wordt echt trial and error volgens mij. En ik had een snor in mijn neus. Snor in mijn neus. Juist. Oké. Dit keer gaan we die sprong gewoon halen. Hadouken! Oké, en nou? Longjumpen, dat werkt niet! Oh, wacht, ik wil die gratis vuurbloem. Ik wil die gratis vuurbloem. Ik bedoel, als je toch naar beneden toe moet, dan neem ik aan dat die vuurbloem belangrijk is. Nee! Oh boy, nou moet ik door die Bowser's heen. Nou moet ik door die Bowser's heen. Niet goed. Oh, wacht. Er zat hier een mushroom ergens. Fine. Laten we langzaam in paniek raken. Nee. Misschien zou er een hint staan of zo op die plek waar dat er een hint misschien zou kunnen staan, weet ik veel. Ik spring hier gewoon overheen en ik pak die vuurbloem. Maar misschien zou het handig zijn als ze daar inderdaad een hint in de titelnaam geven die ik niet kan lezen in verband met dat het Japanees is en dat ik geen echt een taalkundige ben van het Japanees, waardoor dat ik geen Japanees kan verstaan en dat ik echt zoiets heb van, goh, waar hebben we het over, tot ik niet weet waar ze het over hebben. Waar zitten hier die hiddens? Waar zitten hier die hiddens? Daar zit er één. De Bowsie? Nee. Stoute Bowsie. Oké, dat is één Bowsie weg. Hier zit ook een hiddie. Oh, daar zit die tromp! Oh boy. Oké, gewoon eroverheen springen. YOLO. YOLO it. Hierheen. Omhoog. Voordat Bowser gaat springen. Kom op. Oké. Die moeten daarop gooien. En omhoog. Oké, en nou? Oh, kan ik hier naar beneden? Oké. Einde! Einde! Nee, nee, nee! Nee, spel! Nee, dit doe je niet! Dit doe je me niet aan! Nee! Nee! Sleafion, by the way. Ik, zit wel heel erg ver van mijn microfoon af. Ik, ik laat het bij deze aflevering. Vond je deze aflevering nou leuk? Laat het achter. Laat het weten met een likeje. Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, natuurlijk. En, ik hoop jullie allemaal te zien met de volgende aflevering van Mario Maker of Twilight Princess of Pokémon Soul Silver Randomizer, wat ik ook op dat moment aan het uploaden ben. Ik wens jullie nog een hele fijne dag toe. Bedankt voor het kijken. En als je het niet heel erg vindt, ga ik nu in de spiegel kijken hoe erg ik gefaald heb in dit level. En gewoon medelijden even hebben met mezelf. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei! Waarom?